Een hele goede morgen. Ik ben aangekomen op Eindhoven Airport. Loop ik met mijn koffertje. Ik heb net de auto geparkeerd en ben hierheen gereden samen met Femke en een ploegmaatje van Femke. En die zit al in het vliegtuig, want hier gaan eentje eerder. Dus ik heb eventjes tijd om te wachten hier. Maar ik ga even zitten werken en dan gaan we richting Kalpa. We zijn aangekomen in het hotel in Denia en we hebben echt een vet grote kamer. Het is ook al heel laat, 10:30 en ik ben super moe. Een hele lange dag gehad. Ik lig op de kamer met Sabrina. Morgen gaan we even weer een leuk filmpje maken, maar nu gaan we heel snel tanden poetsen en naar bed toe. Morgen lange dag. Een hele goede morgen. We lopen door de gangen, dus we moeten eigenlijk een beetje stil doen. Onze eerste nacht, niet super goed geslapen, maar wel echt prima bedjes. Ik ga zo de kamer even laten zien. En we zijn onderweg naar het ontbijt. Er zijn twee koks hier mee van het mannenteam, dus we hebben het echt wel goed voor elkaar. Dus ik zal zo even wat laten zien van het ontbijtje. Ik heb honger. Wat jij? Yes, ik ook. Eten! Nee, jij moet je handen zo strekken, recht naar beneden. Je leent nu vooruit. Dan kom je met je bovenlichaam, dan val je deze kant op, snap je? Ja. Dus je moet jezelf maar even tegenhouden. Oké, 1, 2, 3. Zo? Ja, maar nee. Ah, dit gaat wel redelijk goed, maar nu moet je je ellebogen even strijken. Ik ga zo goed. Maar ik kan niet met mijn ellebogen. Oké, even terug. Een hele goede morgen. Dag 2 staat op de planning. Gisteren een rustige duurrit. Vandaag interval testen. Everyone's favorite onderdeel. Ja, we gaan lekker met het Engels. We lopen nu naar de truck toe. Even bidonnetjes. Schoentjes aan. Pioneer erop. En gaan met de banaan. De training zit erop. Een van de zwaarste van het hele kamp. We hebben de power profile test gedaan. 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut en 4 minuten volle bak. Ging goed. Zometeen eventjes alles uitlezen op de computer. Maar we gaan eerst even lekker douchen en eten. Daar is de ster van de vlogshow. Hey Eve, ik zit zo eventjes te kijken de afgelopen dagen. Maar je trekt wel elke keer voor het even een speciale schoen aan, hè? Lekker op de wattenlippertjes. Ik heb vandaag van Eve even het commentaar gekregen dat ik er niet meer voor lul mag zetten. Ik heb het weer gedaan. Ja, oh, kut. Alweer. Sommige mensen kunnen het wel hebben. Sorry Eve. Maar het is gewoon dat ik echt van je hou gewoon. Als je mijn hoofd al ziet, hè, dan begint het al. Ja, dan begint het al. Ja. Ik kan het gewoon niet laten, sorry. Eigenlijk neem ik het niet al serieus.
Maar je komt niet meer naast me zitten, want ik ga hier zitten en jij loopt snel zo daar. Sabrina is mijn vaste maat voor het. Gewoon een veilig hoekje. Nee, je kunt ook hier komen. Ja, ik ga nu hier zitten. Sowieso. Jij loopt van mij weg, maar ik niet van jou. We zijn terug van de training, deurtraining zit erop en lunchtijd. Ik zal jullie eventjes ons buffet laten zien. Hier in het midden de saladebar, zalmsalade vandaag, kaasjes, broodjes met ham, bonen en zo, een soort van guacamole-achtig, groentes, salade, quinoa, kip, mozzarella. Ik denk dat dit een boon is. De toetjes. En yoghurt. En dan hebben we hier nog pasta, kip. Dit is pasta carbonara. Groentes. En broodjes. Dus we gaan even lekker eten. Super leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuwe video. Ga ik naar huis vliegen vrijdag voor het EK strandrace. Dus dat gaan jullie natuurlijk ook allemaal weer terug zien komen op de vlog. Ik denk dat de volgende vlog in het Engels gaat worden. Hebben jullie nog comments of dingen die jullie willen zien? Laat het me weten. En tot de volgende video. En vergeet niet te abonneren alsjeblieft. Doei!